die nou af. Denk het. Weer een mooie bijvangst. Razenpie. Snel weer terug. Klaar. Zit ook meteen weer vol met slijm. Maar ja, dat hoort bij een brazen. Bijvangst, geeft niet. Vis. Blijf vis. Het eerste visje op de kant. Ik weet niet of hij op die camera staat, maar op die in ieder geval wel. Even een dagje viederen. Dus het wordt warm vandaag. Dus daar moeten we wel even rekening mee houden. Hey. Leuk dat je weer kijkt. Welkom bij een nieuwe aflevering van Saam Vissen. Vind je het leuk? Geef even een duimpje. Vergeet niet te abonneren. Kost helemaal niks. Ik hoop dat we nog veel vis gaan vangen. En dat we jullie dat kunnen laten zien. Tot de volgende. Een mooi karpertje. Niet te veel hier. Oh man. Op de vierde. Mooie karper. Ah. Kijk, hier doen we viedervissen ook voor natuurlijk. Ik weet dat ze er zitten, maar ze zijn soms moeilijk te vangen. Maar dit zijn wel de jongens. Kilootje of 5, 6. Mooie polderschut. Nou, mijn sessie kan al niet meer stuk. Ik ben hartstikke happy. En we gaan hem gauw laten zwemmen. Het wordt alweer een topsessie. Hoop op meer. Brazen, karper, zeelt. Het zit hier allemaal. Dus we gaan echt nog wel een visje vangen. Toppetje van de dag al. Ja, weer een karper.
ademen vanuit alle positie drillen. Dan deze. Dat is wel mooi, hè? Hij blijft nog steeds diep. Ah, dat is leuk. Mooi visje. Hij is nog niet moe. Kleiner als de vorige. En hij is geland. Hihi. En gewoon voor op de feeder weer een. Echt jongens, een. Hij is een beetje druk nog. Een prachtig exemplaar. Een kilootje of 4 denk ik. Hooguit. Maar dat mag de pret niet drukken, jongens. Nummer 2. En we gaan hem weer laten zwemmen, want hij wil weer te water. En het is veel te warm om hem te lang boven water te houden. En daar gaat hij weer. Nou, wat vissen we vandaag mee? Ik zei al dat ik hebberig ben. Ik heb 3 hengels uitleggen. 2 hengels waar ik eigenlijk hoofdzakelijk mee vis, dat zijn 2 feederhengels. Met dan de ene een korf en de andere een met het feeder. Alle 2 op de meis. En dan heb ik als bijhengeltje nog ik weet niet of het te zien is, daar een pennetje staan op de meis. Nou, wat gebruik ik dan als voer voor de korf? Die heb ik hier. Dat is mijn korfvoer. Dat is een mix van grondaas met mais, gekookte hennep en boekweit. En dat doe ik in de korf. En nou ja, daar zijn karpers zijn er gek op. Brasems lusten het ook. Maar de karpers doen het tot zover goed erop natuurlijk. Want ik heb er al 2 op de kant gehad, die heb je gezien. En ik heb hier gewoon 2 mm pellets liggen. En die zitten voor op de met het feeder. Hebben jullie even een idee waar ik mijn vis? En vissen, want het is mooi weer. Daar. Op het wijd. Eentje. Ongeveer daar bij die borsage. Oh. En eet je wat meer in het midden. Daar. Ja, het was even rustig. En het lijkt op een brasem. Ja. Een brasempie. Nou. En nog een platte. Die gaat ook weer zwemmen. Ik kan net even rookie doen. Maar de volgende meldt zich alweer aan. Voor de volgende. Zo, nou, de vissessie zit erop. Het is nu het heetste van de dag. Ik zit in de volle zon. Ik ben al een keer van stek verwisseld. Geen aanbeet meer kunnen verlokken. Dus, maar we hebben een mooie sessie gehad. 2 karpertjes, een aantal brasems.
Dus mogen niet klagen. Hey, heb je vragen over hoe ik deze visserij aanpak? Stel ze gewoon in de comments onder het filmpje. En we antwoorden zo snel mogelijk. Vond je hem leuk? Geef even een blauw duimpje. En abonneer. Kost helemaal niks. Dus, en dat motiveert ons om filmpjes te blijven maken. Hey, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Later!